Kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug bij wat waarschijnlijk de allerlaatste aflevering van GTA 4 gaat worden. Ik weet niet of het ook echt zo is, want stel je voor dat ik hier zo meteen neergemaaid word, dan heb ik alsnog een probleem. Wie doet mij een sms'je sturen? I got an escape plan for you, star. Keep your eyes on the sky, right? Of sight, of iets. Little Jacob ook altijd, jongen. Oi, oi, oi. Oh shit, dat was ik even vergeten. Er waren er nog meer van die rasten. Oh nee, paniek. Geen paniek, hij is dood. Waar is de volgende? Kom dan. Come out, wherever you are. I'm gonna kill you. Dankjewel. Slaap lekker. Oogjes toe en snaveltjes dicht, voordat het ook ging vroeger. Arr! Shit, hey, er zijn er hier een hoop. Maar waar? Come out. Laat zien waar je bent. Hoe kan ik nou naar binnen lopen? Oh, daar zit een health kit. Dat kan ik goed gebruiken. Daar staat er nog eentje. Kom achter dat ding. Eeuw, recht voor zijn voorhoofd. Hoehoehoe. Lekker voor je, jongen. Oh, daar. Ik ben gecamoufleerd. Ik zag je niet, joh. Ik dacht dat je een paal was. Zo zag hij er ook wel uit, die vent. Dat is een echte, meest irritante figuur, jongen. Met die... shotguns van ze. Die doen echt de helft van je leven in één keer eraf schieten. Zo irritant, die gasten. Don't fuck with me! Ja, zegt dat inderdaad, Nico. First aid. Oeh, paarse dildo. Interessant. Interessant. Paarse dildo's everywhere. En nu? Waar is die Pecorino? Pecorino! Pecorino! Oh, ik moet naar boven volgens dat ding. Oké, prima. I'll take it. Ah, waar is de trap? Hier is een trapje. Laten we die eens even nemen. Is dit een goede trap? Zit een goede deur? Nee, de deur is dicht. Waarom maak je hier dan een trap als die deur dicht zit? Dan kan ik er toch niet in? Dan raak ik in de war, dan raak ik in paniek en dan maar. En dat is niet goed voor ons. Oh, hier kunnen we nog in. Is hier nog iemand? Het zou wel typisch zijn. Ja, hier moeten wij in. Nee. Niet schelden, meneer. Dat is niet lief. And you killed someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. It's over, Jimmy. Dag, Jimmy. Je gaat eraan, jongen. Chase Pecorino. Oké. Als dat moet, dan zal ik dat maar doen, hè? Pecorino heeft hier waarschijnlijk een hoop mannetje staan. Ja hoor. Pecorino, wat ben je toch potverdorie. Voorspelbaar, jongen. Dickhead, waar? Er is hier geen dickhead, er is hier alleen maar Nico Bellic. Kom, Nico, naar beneden. Wee, doe je coole truc. Goed zo. Oh, shit. Hoop goons. Nee, blijf liggen. Blijf liggen. Niet opstaan, hè? Shit, ik ga er bijna aan. Kom op, die. Zo. Nee, je moet niet gaan uitlopen lokken, Nico. Dat is niet slim. Je moet geen gekke dingen gaan roepen, dan stuurt hij er alleen maar meer op je af. Ik heb daar eigenlijk minder van die mensen nodig. Niet meer. Waar is Pecorino? Oh. Holy shit, we waren er een hoop. Zo, maar die slapen voorlopig ook lekker. En nu, waar is die? Nou, I'm not a scumbag. Ik ben een hele aardige Nico. Oh, cat on the bike. Waar? Deze? Coole motor. Stick to the coastline. Do not lose him. Als hij nou gewoon de zee op vaart, dan is hij me zo kwijt. Is hij niet zo slim, die gast. Bootje varen, motortje rijden. Varen we niet naar de overkant. Want Pecorino is niet zo slim. Waar is hij trouwens? Oh, daar. Dat is een stuk verder dan ik dacht. Pecorino, als je nou gewoon de andere kant op vaart, dan is er niks aan de hand. Oh, jullie horen niet bij hem. Sorry dat ik op jullie schoot. Had ik niet moeten... Oeh, helikopter. Ik ga niet in een helikopter vliegen. Als je dat maar weet. Ja, doe maar. Doe jullie het maar. Lossen jullie het maar op. Ik heb nog helemaal geen zin om in een helikopter te gaan vliegen. Accelerate off the jetty to jump. Oh! Uh-oh.
Oh! Nou! Dat is allemaal jouw schuld, duif! Potverdorie! Jouw schuld! Potverdorie, waarom ligt er ook precies op dat stuk een boei? Ja, moet ik dan weer al die gasten af gaan maken? Nee, hè? Dat meen je niet. Oké, jongens, ik zie jullie zo meteen terug. Want ik ga dit echt niet nog een keer helemaal overnieuw lopen doen. Tot zo. Oké, jongens, daar gaan we weer. Pecorino, die hebben we nog steeds in de gaten. Hij is echt nog 3 keer ontsnapt geweest. En deze keer gaat het me lukken. Deze keer liggen er geen tonnen in de weg, hoop ik. Daar lag er weer eentje. Yeah. Woe, kolossaal to Nico. Ho, ho. Oh, shit. Oh, shit. Kom erin. Ik doe mijn best. Ja, ik zit op die touw. Ik zit al op die spatiebalk te rammen. Kom, stap in dan. Nico doet voorlopig niet echt zijn best. Wat de... Oh. Nico. Je maakt me echt chagrijnig, weet je dat? Pecorino got away. Ja, het is goed met je. Het is echt goed met je. Ik heb de hele tijd op die spatiebalk zitten rammen. Was niet goed? Man, wat een klote missie. Opnieuw. 35ste poging ondertussen. Man, wat word ik deze missie zat. Elke keer moet je hem helemaal overnieuw gaan lopen doen. Daar word je echt knetter gek van. Dan heb je eigenlijk een heel stuk doe je prima. En dan hier, omdat er een of andere rare bug in zit, doet hij het niet. Dat vind ik dus gewoon niet leuk. Let op, gaan we weer. Heb je dat niet? Press space. Dat lukt toch? Dat lukt toch, potverdorie? Is mijn spatieballen kapot of zo? Is spatie... Wat is... Hij doet het niet. Rapidity press space. Ik ga kijken of er iets met mijn controls verkeerd zit. Keyboard mouse options. Custom mapping. Space is jump. Maar ik heb ook het idee dat space ook iets anders is. Handbrake. Block while locked on. Nee. En mijn spatiebalk is ook niet kapot. Dus hij doet het gewoon niet. Hij doet het niet. Stap erin. Ja. Dag. Ik geef het op. Potverdorie, dit wordt hem niet. En na een kwartiertje speuren op internet ben ik er eindelijk achter wat er nou precies aan de hand is met die missie. Ik heb hem nog 5 keer geprobeerd. Er zit een bug in die missie. Wat betekent dat? Ik kan GTA 4 gewoon niet uitspelen. Want je kan niet verder komen als je niet in die helikopter zit. En dus heb ik nu een aflevering op, wat zal het zijn, 95 GTA 4 gespeeld. En dan kan ik hem niet afmaken. Wat betekent dat concreet? Dat GTA 4 bij deze is afgerond. Jongens, boom! Doe boom! Ik wil boom! Grote boom! Alsnog, om af te sluiten. Sluiten we daarmee GTA 4 af. Yo! Nog een keer een boom hier. Nog een boom. Doe boom! Hey! Jongens, GTA 4 zit erop. Misschien met een andere knal dan jullie verwacht hadden. Maar we houden ermee op. Vergeet niet om een groen duimpje te doen. Vergeet niet om te abonneren op Dus David Games. Vergeet niet om te abonneren op Vaco Games als je dat nog niet gedaan hebt. En als je deze serie een leuke serie hebt gevonden. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug met een nieuw spel. Nieuwe hoofdpersonen, nieuwe kansen. Hier op Dus David Games. Mazzel!